We gaan de allergrootste mythe van pretparkland uit de weg ruimen. Ga je nou achter in de achtbaan sneller of toch niet? Om dat te testen hebben wij nodig de Goliath hier in Walibi Holland. De Goliath hier in Walibi Holland, toen die opende in 2002, de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. Gebouwd door Intamin, ontworpen door bureau Stengel. Deze achtbaan kenmerkt zich natuurlijk ook vanwege de brute airtime. De laatste drie bunnyhops zijn legendarisch, maar misschien nog legendarisch is de Stengel Dive. Vernoemd naar de ontwerper van deze achtbaan, Werner Stengel. De Goliath is een bijzondere achtbaan, want hij maakt niet gebruik van een zogenaamde kettinglift, maar van een kabellift. Op het moment dat de trein is gecontroleerd en wordt gedispatcht, dan haakt hij in op de zogenaamde catchcar. De catchcar zit overigens vast aan deze kabel en dit is een flinke unit hoor, want deze kabel kan ongelooflijk snel oprollen, waardoor de trein dus ook met een hoge snelheid omhoog kan. Er zijn twee standen, een normale stand en een extra snelle stand. Hoe werkt dat nou precies? Nou, de kabel wordt opgerold op die enorme drum achter mij. En op het moment dat de trein naar beneden valt, gaat de catchcar weer terug, oftewel de kabel rolt nu weer af, zodat de volgende trein weer kan inhaken. Ronald, wij kennen jou natuurlijk al van onze Slagharen-video. Fijn dat je er weer wil zijn voor de echte data. Kan je jezelf nog heel even voorstellen, want je bent van de TÜV Noord-Nederland. Ja, we zijn een keuringsbedrijf en wij keuren allerlei toestellen. Dat zijn bouwkranen, liften, roltrappen. Maar ook attractietoestellen waar we nu bij staan. Je gaat ons vandaag helpen bij een zogenaamde G-krachtenmeting. Doe je dat nou vaak op achtbanen, dat soort metingen? Ja, G-krachtenmetingen doen we heel vaak. Een aantal banen doen we één keer per jaar of meerdere keren per jaar. Maar sowieso elke nieuwe attractie doen we bij de in gebruikname. Ja, dus de G-krachtenmeting is slechts een onderdeel van zo'n hele keuring. Waar start zo'n keuringsproces precies? Nou, op het moment dat een park of een kermisexploitant een attractie wil kopen, dan bellen ze ons. En dan beginnen wij met de ontwerpbeoordeling. Dus de fabrikant levert aan hoe ze hem gaan bouwen, welke normen ze gaan gebruiken. En dan gaan wij controleren. We gaan naar de fabriek, we gaan kijken hoe het staal gemaakt wordt. We nemen de besturing af bij de fabriek. We kijken tijdens de bouw hoe de attractie gebouwd wordt. En wanneer die eenmaal geïnstalleerd is, gaan we hem testen. Dus noodstop, overspeed en daar is de G-meting een onderdeel van. Waarom moet je dit dan nog steeds keuren? Waarom ben jij zo belangrijk? Nou, als we naar de attractie kijken waarbij staan, die draait nu 22 jaar uit mijn hoofd. Ja, die doet het nog steeds hartstikke goed, geen incidenten. En als TÜV waarborgen wij de kwaliteit, hè, dat de fabrikanten geen loopje nemen met de veiligheid. Ronald, je bent hier natuurlijk niet voor niets. Wij komen hier vandaag om de vraag te beantwoorden, ga je achter in de achtbaan sneller? Ik heb nog nooit de achterkant de voorkant zien inhalen, dus dat denk ik niet. Maar toch leeft dit bij de mensen en we gaan deze vraag wel onderzoeken. En je hebt een G-krachtenmeting gedaan vandaag? Ja, in de voorkant, in het midden en aan de achterkant. En is die goed verlopen, die meting? Ja, de metingen zijn allemaal goed verlopen. We hebben de data en daar kunnen we nu mee aan de slag. Thank you.
Inmiddels hebben we de data van Ronald opgestuurd naar het lab. Jurnan en ik gaan dat zo bespreken. Maar ja, we hebben het natuurlijk over het gevoel. Waar gaat hij nou het snelste? Daarom heb ik jullie, 5 testpersonen. Jullie gaan voorin, in het midden en achterin plaatsnemen. En dan ben ik dus heel erg benieuwd waar hij nou ja, voor jullie gevoel het beste of het snelste is. Herman, ja. Wat vond je van de Goliath vandaag? Ik vind Goliath heel tof, ja altijd. Dus vandaag net zo. En waar vond je het beste? Ik vind hem achterin eigenlijk altijd het leukst, ja. En waarom? Ja, je hebt meer het gevoel dat je door de baan heen getrokken wordt. En ja, voorin is hij ook heel tof, maar je hebt een beetje het gevoel dat je tegengehouden wordt op sommige stukken. Middenin eigenlijk weinig krachten die je echt voelt, dus ja, achterin. Wat is je favoriete plek in de trein? Nou, ik was dus altijd team backrow, maar ik denk dat ik daar toch op moet terugkomen. Voor mij is het toch voorin wel het leukste plekje. Wacht even. Je gaat switchen? Ik ga switchen. Ja, het is gewoon een gevoel van snelheid, gewoon de wind langs je oren. Heerlijk. Ja, ik heb toch wel het idee dat die achterin wat sneller gaat. Ja? Ja, toch wel. Dus jij kiest ook voor achterin ja, de beste plek? Ja, ik kies absoluut voor achterin de beste plek, ja. Dus wij kunnen zeggen teamen, backseat. Ja, absoluut. Mark, we staan backseat, dus dat betekent dat ik denk achterin. Ik weet het. Waarom dan niet voorin? Omdat hij achterin gewoon veel meer door de baan heen getrokken wordt. Airtime is beter. Voorin een klein beetje, maar achterin is wel het beste. Ja, ik ga dan toch wel echt voor achterin. Ook al? Yes. Er zijn veel mensen achterin. Waarom is die dan voor jou achterin het beste? Ja, ik vind dan toch echt dat je, als je door de bocht gaat, dat je toch die intensiteit een stuk meer voelt. Mm-hmm. En dat je echt een stuk harder naar beneden wordt getrokken. Hey Jurnan. Hey Danny. Wat heb je een bijzondere locatie hier uitgekozen op de Universiteit Twente? Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, wat leuk. Hey, we zijn hier voor eens en altijd maar eens op te klaren. Ga je nu achterin de achtbaan sneller? Ik heb jou een hele hoop data toegestuurd via de TÜV, Ronald. Voordat we dat gaan bespreken, wat is er nu precies gemeten? Nou, Ronald die heeft de G-krachten gemeten op de Goliath. Mm-hmm. Dat heeft hij gedaan helemaal voorin, coach 1, in het midden, coach 4 en helemaal achterin, coach 8. Ja, die metingen die heb ik geanalyseerd, die kunnen we even bespreken. Voordat we dat doen, welk voor type G-krachten heeft hij gemeten? Hij heeft alles gemeten, maar we gaan ons even concentreren op de verticale G-krachten. Want dat zijn de G-krachten die bepalen hoe heftig of leuk je een heuvel vindt. Mm-hmm. Positieve G-krachten, je wordt in je stoeltje gedrukt. Negatieve G-krachten, je komt uit je stoeltje. Laat mij die airtime eens zien. Ja. Nou kijk, dat zien we hier binnenkomen. We hebben hier de G-krachten staan als functie van de tijd. Nou, wat ik zei, dit is die 0G-lijn, dus alles daaronder is gewichtsloosheid, airtime. En je ziet hier ook 1G en alles daarboven voel je je dus zwaarder. En we hebben 3 lijnen. Rood coach 1, zwart coach 4 en blauw coach 8. Ik denk dat dit dan de lift hill is. Precies. Hier ga je naar beneden. Ja. Dan zien we eigenlijk al een enorm verschil hè, tussen blauw en rood. Ja, je ziet hier dus echt dat bij het afgaan van de first drop de achterste coach veel meer airtime heeft dan de voorste coach. Dus de voorste lijn die komt eigenlijk helemaal niet onder de 0. Terwijl bij blauw zijn we al de min 0,5 voorbij. Dan gaan we volgens mij naar beneden, de first drop. En dan komen we hier op het snelste punt van de baan, onderaan de first drop, 4G. En dan ga je hier natuurlijk naar de eerste bunny hop of de eerste heuvel. Ja, de grote airtime heuvel, die hebben we hier staan. Maar hier valt mij wel iets op. Echt een enorm verschil tussen de kleuren. Ja, precies. Ik zou zeggen, het belangrijkste wat we zien is als we kijken naar de lijn van het midden, dus dat is de zwarte lijn, die gaat maar tot min 0,5. Terwijl de voorste en de achterste coach, die gaan tot min 1. Dus je kunt eigenlijk meteen al zien dat de heftigste G-krachten zitten niet in het midden, maar voorin of achterin.
Oké, volgens mij snap ik het wel redelijk, maar kunnen we dit ook visualiseren op de baan zelf? Ja, dat kunnen we ook doen. Hier zie je een gedeelte van een technische tekening die we hebben gekregen van ingenieursbureau Stengel. En dit is die eerste heuvel. En je ziet, er staat hier van alles op de tekening. Hoogte, afstand tussen verschillende baanpunten. Het aantal graden dat de baan maakt met de horizontaal. De hardlijn, de baan zelf. En wij concentreren ons nu even op de vorm van de heuvel. Ja. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb die G-krachten uit de meting gehaald. En ik ga die intekenen in deze vorm. Zodat we echt kunnen zien waar in de baan treden die G-krachten dan op. Nou, heel graag. Beginnen we even bij het midden. Nou, coach 4. Ja. Coach 4, er staan wat pijltjes bij. Pijltjes omhoog, positieve G-krachten. Pijltjes omlaag, negatieve G-krachten. En wat zijn die puntjes? Die puntjes, dat zijn de punten op de baan waar de trein precies, de coach precies 0 G ervaart. Dus je zou kunnen zeggen, alles ervoor en erna is positief. Alles daar tussen, die twee punten, dat is negatief. Dus de airtime van de middelste coach begint hier en eindigt hier. Eigenlijk bijna gelijk. Bijna gelijk. Het is een heel mooi symmetrisch beeld. Nou, dat is een goed beginpunt. Omdat als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld de voorste coach, dan is dat echt helemaal anders. Even kijken, wacht eens even. Het eerste wat mij opvalt is dat die punten niet gelijk zitten. Nee, precies. Dus dit punt begint een klein beetje eerder. En dit punt is ook een klein beetje naar links opgeschoven. En dat betekent dus dat de airtime hier begint en die is daar alweer klaar. En daarbij komt nog dat je hier ziet aan de grootte van de pijltjes dat het heftigste airtime moment, dat treedt eigenlijk op voor de top. Oh. Nou, dat komt, de trein komt hier omhoog en die heeft nog best wel wat snelheid. En de G-krachten hangen af van de snelheid van de trein en de kromming van de baan. En kennelijk is het voor het voorste karretje zo, dat hier dat het heftigste is. Dus hier word je flink uit je stoel gegooid, maar hier valt het al wel weer mee. En vanaf dit punt zit je eigenlijk weer gewoon normaal in je stoel. Hmm, en hoe zit dat op die laatste coach dan? Nou, daar hebben we het over in deze aflevering. Precies, want iedereen vond kennelijk achterin, bijna iedereen, hè? 4 van de 5, ja. Kijk, daar is het beeld ietsje anders, een beetje andersom. Ik zie de punten weer, maar die staan nu zo. Ja, dus de airtime begint later, maar die loopt langer door. En het heftigste airtime moment treedt op na de top van de heuvel. Dus de ervaring die je meemaakt is dat de weg omhoog, nou dat is prima, 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 beetje suf. Vanaf dit moment kom je uit je stoeltje. Ja. En je wordt eigenlijk steeds heftiger uit je stoeltje gedrukt tot dit punt. Dus dat betekent dat die achterste coach, de ervaring, wordt steeds heftiger. Dus het over de heuvel gaan is een heftigere ervaring dan bijvoorbeeld voorin of in het midden. Is dat dan ook eigenlijk een onderdeel van het antwoord? Ga je achterin de achtbaan sneller? Nou, je gaat dus niet zozeer sneller, maar op het moment dat die snelheid toeneemt, hè, dat de trein naar beneden aan het gaan is, worden de G-krachten, wordt die airtime, wordt ook heftiger. En dat maakt dat mensen het gevoel hebben dat het sneller gaat of dat het spectaculairder is aan de achterkant van de trein. Nou ben ik wel benieuwd wat jij eigenlijk de beste plek vindt in een achtbaan. Voorin, midden, achterin. Laat het even weten in de comments. Vergeet niet te abonneren, te liken. En ik zeg tot de volgende video. En heb je nou nog een leuke vraag? Stel hem ook. Misschien beantwoorden we hem wel in de volgende. Hoi hoi!